Oh ja, die moest ik even bewaren. Exile? Invelen. Oh, die heb ik jammer. Nou. Kan ik gewoon weg. Still sane. See you. See you. Up. Lastige dingen die we nog niet gedaan hebben. Bak omelet, volgens mij was dingen daar aan het kijken. Even. Dus dan moet ik eigenlijk even vragen hoe dat zat. Yes. Ik heb wel maps meer. Wacht. Ja. Dan gaan we die dadelijk in. Is een recovery rate voor movement skills ook wat? Gaat nog wat horen die. Ja. Ik eerst even naar de wc. Dat we daaraan gaan beginnen. Wow.
Testing. Mag ik daar? Wat zeg ik, waarom mag ik daar niet in? Wat map is dit? Best ook. Dit is ook mij. Heel klein beetje hitpoints over de hele tijd dat ik wat kan doen. Oh, God. Of zo zijn? Ja. Oh, kut. Hier op klikken, Roy. Anti. Maar hier hebben we geen enkele map gekregen. Kijken of we wat extra mobs kunnen vinden. Zo. Ja.
Welkom terug. Ik heb mezelf ook nog wat eierkoeken gehaald, wat ik zin heb. Oh, hey, haha, een map. Ben je toevallig in je high road? Nee, wel bijna. Ik ga nog even dit Kellers map gaan kijken of daar nog mapjes in erop. De baas is wel al dood, maar... Wauw. Never mind. Ik ben er mijn uit. Exile. Ik was namelijk aan mijn map completion gaan beginnen. Dus ik had zoiets van, kom gaan we even wat maps omruilen. Nou, tier 1 heb ik in ieder geval compleet, jij waarschijnlijk ook. Wat moet jij van tier 2 nog hebben? Even door. Good luck out there. Ik heb er niet veel doppelen, zie ik. Anders maakt niet uit, ik heb ze niet nodig. Even kijken, van tier 2. De eerste is Fields map, dat is nummer 4, zeg maar. Die hebben we ook niet. Die ben ik ook nog aan het zoeken. Garden 6. Die heb ik niet. Tweede rij, eerste, Infested. Heb ik ook niet. Tweede en de vierde. Dat is leer, die heb ik wel. En Peninsula, ik heb de vijfde nodig. Promenade. Heb ik niet, heb ik wel compleet. Oké. Okay. Heb je nog iets nodig van die rij? Nee. Oké, okay. Volgende rij. Tweede en de vijfde. Ja. Popcrawl en Volcano. Oké. Okay. Gaan we naar tier 3. Derde, vierde, laatste. Derde en de vierde heb ik. Ja. Tweede rij. Derde. Ja. Hey, ik, drie. Ik heb de laatste twee van die rij nodig. Oh, laboratorium heb ik. Eentje. Ja. Even uitpakken. Doe maar gewoon in je inventory. Ja. Doe maar gewoon naar verdedigen. Gooi alles in één krom. De regel eronder is bij mij de laatste drie Pier Plaza bloks. Hier moet ik ook nog. Ik heb wel een plaza. Ja, het regel daaronder. De ene laatste. Toxic sewer. Ja, heb ik niet. Tier 4. Nu moet je even de namen trouwens noemen. Want vanaf tier 4... ja, jij hebt een andere tier 4 layout dan ik. Oké. Okay. Arsenal. Dat is de tweede bij mij. Lex Eorus. Die heb ik wel. Oh nee, die heb ik niet. Oh, ik dacht ik. Spankt dat dan goed? Ja, spankt wel goed. Nee, die heb ik niet. Leyline. Heb ik ook niet. Ramparts. Heb ik ook niet. That's it. Ik heb nodig Bone Crypt. Ik zoek trouwens gewoon onder, hè. Bonecrypt, dat zal je waarschijnlijk de tweede zijn. Ja, de derde is dat, maar die heb ik niet. Desert. Heb ik voor je. Ja, dan heb ik Precinct. Heb ik nog nodig. Die heb je zo geschreven. P-R-E en dan een C. Dan vindt hij hem automatisch als het goed is. Zal het niet hebben, want hij vindt hem niet. Oké, okay. Dan gaan we naar tier 5. Oh, precinct, die heb ik inderdaad niet. Dan ben ik op alfabetische volgorde. Oké. Okay. Staan ze sowieso, maar als je watchstones ergens ingooit en je krijgt een map van die watchstone, dan pleurt hij die hier ook tussen.
Ja, oké. Okay. De derde bij jou is misschien de vierde bij mij, of de tweede bij mij. Ja, oké, okay, fair enough. Tier 5. Moet ik nog Armory? Moet ik ook nog. Arkas? Die heb ik volgens mij... Die heb ik wel, maar ik weet niet of je daar blij mee bent. Nou ja, ik moet hem nog. En okay. Lighthouse. Lighthouse zal ik gegarandeerd hebben. Maar ja. Ik heb daar ook alleen maar Armory nodig. Ja, dan gaan we naar de tier 6. Ja, ik heb daar alleen maar Malformation nodig. Maar ik ook. Zal eerst het tier 5... Is dat de enige die je moet hebben daar? Ja, want de rest heb ik al gedaan. Oké. Okay. En tier 7... heb ik de... Tweede heb ik gedaan, de eerste heb ik al. Dus kan ik later doen. Dus Dark Forest en Waterways die ik eventueel nog moet. Ja, luister, tier 7 up, dat is interessant op het moment dat jij je maps compleet hebt. Tier 6 en up eigenlijk. Want daarna ga je sowieso Awakener tier in. En ja, het is leuk als je dan een map krijgt, maar om daarop te gaan zitten zoeken, dat is onbegonnen werk. Oh ja, ik denk ik gooi gewoon in de guildbank. Oh ja, ik had zoiets van, ik treed ze gewoon, dan kan ik ze allemaal in één keer geven. Ha. Mag voor mij ook. Ja, alleen die karkas, daar moet je even mee oppassen. Ik zal die als laatste ertussen zetten, want die is ook rood, zoals je waarschijnlijk ziet. Ja, ik zie het inderdaad. Ik zou die trouwens pas doen. Oh, dat is tier 14. Oké. Okay. Ik zou die ook pas doen op het moment dat je met Lex Proxima gaat beginnen. Voor de Conquerors. Maar dat is mijn mening. Je kunt hem al eerder doen, maar je hebt kans dat je dan al een Conqueror daar neerzet op tier 14. Veel plezier. Ja. Ja, dat je eerst de Conqueror doet en daarna die map, zo gezegd. Nou, als je eenmaal daar bezig bent voor de Conquerors, dan maakt het niks uit, want ik weet niet op welke areas je momenteel je stenen hebt zitten. Terrence End en Haywark. Oké. Okay. Tegen de tijd dat je daar uitgaat, heb je waarschijnlijk in de area sowieso 4 stenen zitten. Dus dan ben je al op Awakenings level bezig. Dus dan maakt dat niet uit. Dan zou ik inderdaad zeggen, pak dat als volgende area. Ja, ja, ja. Kun je hem van je lijstje afhalen. Wanneer moest ik eigenlijk steen 3 erin gaan gooien? Op het moment dat je klaar bent met alle maps tot en met tier 5. Oké. Okay. Dat is duidelijk. Tot die tijd, ja, je kunt er al mee beginnen, maar ik zou dat zelf niet doen. Maar dat is mijn mening. Even, dan doen we hier even mapjes inzetten die we nog moeten... Oh, wat moet ik? Ja, dat maakt er ook uit. En dan begon ik. Good to see you. Ik ben hier niet jam, maar ik vergeet het in. Dan vinden we Volcano.
Au. Het zal niet meer lang duren voordat je klaar bent met alle tieren intonen met 5 maps, toch? Maar jij hebt er net natuurlijk wel een zooi van mij gekregen. Ja, maar... Dan ben ik zo erin, hè. Ik vind dat ik eigenlijk best lang bezig ben met een map, maar het heeft te maken met de rituals. Daar gaat gewoon tijd in zitten. Ja. Die zou skippen, dan ben je er veel vlugger doorheen. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik skip ze ook niet, want ik vind ze eigenlijk best leuk om te doen. Ja, ik ook. Plus, je hebt een beetje keuze in wat je krijgt en... Algemeen is het altijd wat makkelijk om of Chaos Orbs, of Alchemy Orbs, of Recolors te vinden, te pakken. Ja, luister, ik heb momenteel nog Massas Fusings nodig, dus ik zeg er echt geen nee tegen. Nee, daarom. Desert complete. Ja, jij vliegt er helemaal doorheen, want je bent... Hoezo sneller dan mij? Weet ik niet. Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ik heb een vrij vlot beeld. Plus inderdaad, ik hoef maar één keer te casten en alles in de buurt sterft. Je moet twee keer casten en alles in de buurt sterft. Ik denk dat mijn kast ook sneller is dan jou, hè. Ook, plus jouw kast blijft staan, zo gezegd. Blijf schieten totdat het dood is. Oeh, daar wil ik niet in staan, denk ik. Is dit World Call? Een ritual zoeken. Ik had net ook een item, dan moet ik je dadelijk als ik terug ben ook even aan jou vragen. Het was helemaal groen en heel dik gedrukt. Ik denk, Groen en dik gedrukt? Ja. Dat vind ik wel, laat ik maar meenemen. Ja, de kleur dat heeft met je filter te maken, dus dat is in principe vrij weinig. Dat is gewoon die Neverwind strip die ik erop heb staan. Ja, maar dan nog, ik bedoel maar dik gedrukt over het algemeen, dik dat het iets is. Ja, daarom. En een hele grote tekst over het algemeen ook. Ja. Ik weet niet wat het is, maar het is iets. Daarom, dat was mijn gedachte, dus dat ligt in mijn stash. Zodat Chris dadelijk terug is, moet ik vragen of hij weet wat het is. Krijg je dan weer zo'n antwoord van Chris Orders, poep. Ja, dan gaat hij dan naar de Vendor. Ik bedoel, ja, dat is dan heel makkelijk, hè. Was het een uniek of geel item of zo? Volgens mij geel. Het was volgens mij geen uniek. Er zat volgens mij een heel aparte enchant op. Ik denk al dat ik weet wat het is. Maar ik laat me zo meteen verrassen.
Even kijken, wat hebben we hier? Dat is een map. Die hebben we nog niet gedaan. Tegen. Doe maar. Ja, doe ik niet. Oké. Dat mag ook weg. En die. Exile. Stay sane. Die hadden we net gevonden. Oh. Die bovenste regel, die maakt hem speciaal. Er zit een enchant op van de dinges. Was niet hetgeen wat ik verwacht had trouwens. Daarom zei ik al, ik vermoed die enchant die erop zit, maar ik weet niet wat het is. Ja, heb je niks aan. Dat dacht er ik al. Er zijn bepaalde builds die dat inderdaad gebruiken. Voor hun is dat misschien waardevol. Maar ik zou niet eens de moeite nemen om te verkopen. Mensen die zo'n item willen kopen, die willen een high level variant daarvan kopen. En dit is geen high level variant. Godslayer. Die ligt bij de vent. Oh ja, dat was ook een map, hè? Oh, die daar. Oh, wacht. Dat hadden we gewoon in de stash liggen. Nou, ik heb een map zelf die ik van jou gekregen heb. Zijn die lage level maps, daar weet ik nog in ieder geval een klein beetje doorheen. High level maps gaat het allemaal wat moeilijker. Zo. Dit even allemaal geel maken. Dan weet ik een beetje wat. Maps zijn die ik moet bewaren. Gaan denk. De Maven is kapot. Ik kan gunnen. Zien niet, hè? Oh, hier. Schreef je, die moest jij ook nog, toch? Weet ik zo even niet.
check zo even. Dan loop je even mee naar, hebben we hem allebei gehaald. Ik zit net in een map, dus het duurt hier even. Kom wel. Oh wacht, ik kan dadelijk wel kijken. Ik kan via G kijken natuurlijk, als het dadelijk rustig is. Dat kan ook, ja. Waarschijnlijk ook nog unique maps die ik kan runnen trouwens, dat kan ik bedenken. Zou ook even samen kunnen runnen trouwens. Ik heb er een aantal die zijn op bewekening level. Krijg je direct een bewekening bonus. Boom. Wacht. Ontstaan. Graveyard map tier 3 heb ik gedaan. Heb je gedaan? Ja. Oké. Dan bedoel ik die even en dan zullen we dan even kijken naar die dinges. Ja, dan wacht ik dadelijk als ik klaar ben met de map. Kan ik bij jij toch voor mij klaar, maar... Niet. Misschien recht toe recht aan map dit. Nee, maar ik zit in de plaza. Dat is helemaal niet recht toe recht aan met al die deurtjes en hoekjes en... Welke idioot durft mij te apen? Dadelijk zoveel van die missiecontracten. Hoe is het idee zo? Dit is in ieder geval de baas.
zat was. Haven's Invitation. Huh. It's Maven. Ember. Nou, nog even mijn laatste ritual zoeken op deze map. Oh, even die vaal. Oh. Splinters! Jongen, volgens mij heb je heel veel mazzel. Oh. Daar komen we zo achter. Godslayer. Be careful. Even bewaren dan. Flash. Wat een goede voor elke meer opstaan. Al. Staan in ieder geval in de dingen. Even in mijn tas dan gooien als we die. Oké dan. Dat is een baas die je dood wil gaan. En dan op tier 2 map. Ah, tier 13. Nee, hij wil gewoon letterlijk niet doorgaan. Hè? Hij zou al lang door moeten zijn. Kom maar eens even. Ik had toch geen XP, dus dat is niet erg. Kan ik wel even de rest van de map doen. Weer een beetje leeg maken. Ja, maar wacht eens even, dat is kut. Ik moet die van neer hebben.
Oké, dit is ook al gebukt. Oké, dit is heel erg buggy momenteel. Oké. Nou, die vent gaat dus niet neer, dus dat ga ik niet eens proberen, want die heeft 0 hit points. Niet mooi. Dat is poep, want dat is juist een van de laatste maps die je kon doen. En even kijken, kom jij naar mij toe? Pa-pa-da. Tweede, ja? Tweede. Een statistiek. Kijk even of dat voor jou een vooruitgang is. DPS is 2500 omhoog op het moment. Maar ik denk dat de damage van Fire is 200 omhoog. Dus dat is een increase. Ja. Oké, okay, ik ben terug. Zet er direct trigger shit op. Ik denk dat jij de trigger shit nog niet hebt, of wel? Eens even kijken. Quality. Sockets. Trigger, daar. Sorry, ik zit in een crafting bench. Liefs. Eens even kijken, unique maps, waar gaan we mee beginnen? Wacht, je moet... Okay. Het zijn allemaal high tier level maps, hè, voordat je het weet. Daar ging ik al van uit. Deze uniek is vrij makkelijk, is gewoon een cache zoeken. Je kunt ventjes killen, maar die respawnen continu. En na de eerste keer killen geven ze geen XP meer. Ik leg een keer zo op voor jou. Au. Muziek hier, hè? Ja, alsof je zo'n muziekdoos aan hebt staan. Ja, dat is volgens mij. Nou, waarschijnlijk moeten we dat doosje ook halen, natuurlijk. Dat is dus niet.
Links boven. Oh, ik wou net zeggen, verder boven zit ook een doorgang. Traditional optie gaat mee. Oh, hier is het. Ja. Ja. Stel niet zoveel voor, hoor. Iets luxus, nou, dat zal. Als het goed is, heb je ook awakening objecten vrij zonder staan, nou, of niet? Ja. Kijk, dat moet ik wel hebben. Ik gebruik de portal wel, want die van mij zijn gratis. En ik weet het, het is 1000ste chaos, maar het is toch 1000ste chaos. Dan gaan we naar de volgende. Hello. Wat is de volgende op die unique lijst? Deze is niet awakened. Dan heb je hem voor de completion. Dit is eigenlijk vrij simpel, gewoon naar het einde rennen. Ja. Jo. Oh, huh? Ah, wauw. Klik en hij pakt de portal terug. Dat is een marble amulet voor jou. En wat is? Marble amulet. Ja, een stukje terug. Ja. Ja, als je moet hebben. Dat is te laag level hier. Degene die ik moet hebben, die moet ik sowieso in dinges vinden. In tier 16. Anders heb ik er niks aan. When I'm ready and not before. Iridian Jewel. Lostiel Jewel. En dan zijn we bij de baas. Ik wil eens uit de rondjes gaan. Hey, Fields Map. Die moest je ook nog hebben, toch? Welke? Fields, tier 2. Daar, ik moest die nog hebben. We gaan nou toch terug, dus ik ga meteen checken. Pakken we die draai ook even mee. Even kijken, die heb ik die. Oh, die heb ik ook nog niet. Ja, Fields heb ik inderdaad nog niet. Even kijken, zit hier een Zensons? Dus volgens mij heb ik die allebei, ja. Cool winds. Oh, dat heb ik nog niet. Oh, kijk. Die heeft toch iets opgeleverd. Oké, doen we. Even kijken. Fields. Maak me gewoon even geel voor de zekerheid. Maar het is sowieso altijd geel. Ja, ik ook. Voilà. Dat is allemaal niet erg. Wel niet voor jou, als voor mij.
Oh, en type zit hier. Gewoon een beetje feestdenken. Dat is wel een tier 2 map. Ja, dat valt mij toch heel erg feest op daar. Pok totems. Totems doen heel weinig hoor. Nou. Totem zelf zal je niet killen. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik zou niet weten welke totem je überhaupt kan killen. Lightning shit, fire shit. Zijn er genoeg hoor. Dat zijn shines. Nee, totems. Heb je geen totems gezien die fire damage en zo doen? Een golden mask. Oké, okay, ik heb de kleur. Oh ja, inderdaad. Ja, dat moet. Dat, nee, daar ga ik niet aan dood. Eén met was en. Was ook meteen van Einhard, die zooi. Ik ga je niet eens bewegen, man. Een vine circlet. Pakken we de ritual ook eruit even. Zzz, nieuwe totems. Kijk, die wil ik hebben. Oh, dat is best een leuke chest eigenlijk. Interesseert niet. Zwart en twee mods wil ik hebben. To the balla! Dan is ik klaar. Pa-da-da-da-da-da-pa-pau. Twee ga je echt ontzettend snel door die map zeden. Nee, jij gaat er snel doorin. Je meer doet ook wel wat, toch? Klopt. Dat staat niet in verhouding. Cool wins. Ik ben ook ietsjes hoger level en ik denk dat ik een keer ook iets verder ben dan jou. En dan hebben we niet eens over het feit dat mijn ventje gewoon sneller is. Ja, dat jouw beeld sneller is. Ik denk dat jouw ventje qua singletal damage uiteindelijk beter is. Maar mijn zal dan altijd sneller blijven, denk ik. Die moeten we als laatste. Maelstrom of Chaos, die is makkelijk. Oh, die ga ik niet eens identifyen, gewoon voor de lol. Is die extra moeilijk? Dit is me toch een moeilijke map gooien, dat wil je niet weten. Het is gewoon een rondje. Geen cursuscasters trouwens hier. Daar heb ik weinig over te zeggen. En not before. Alle cursussen worden hier namelijk gereflect naar jezelf toe. En ik ga ervan uit dat dat niet preferabel is. Ik heb nog geen mop gezien. Oh, je moet ik even op je wachten. Zo, bij de baas. Dat is de eerste feest.
dat passief is. En dan gaan we... Dan maken we even af. Rondje aflopen. Want dat scheelt ook weer een portal scroll. Ik ben zo gierig als wat, man. Die portal scrolls, jongen, wil je niet weten. Kiers geef ik weg alsof het niks is, maar die portal scrolls die wil ik mouwen. Ja, maar je gratis porteltje. Ja. Ik zie het einde. En zo, dat is die. Dat was een hele moeilijke, dat hebben we maar net overleefd. Dan gaan we naar de volgende. Oh, dit is wel weer gewekend. Volgens mij zat die met die aapjes. Aapjes. Dat is die met die aapjes. Eerst hier links. Kijk, hier naar binnen. En weer een golden plate. Lichter. Golden plate. Even gezien. Even kijken wat hierin zit. Hij is niet interessant. Kom maar gewoon naar buiten. Is niet de moeite waard. Oh ja, dan ga jij maar vast verder. Top. Au. Oké, noted. Wacht al anders maar even in het begin. Oké. Er komt toch... Er zijn vier hoeken die je moet leren, dus ik ben bijna klaar met deze hoek en dan word ik automatisch naar het midden gezet. Was de silver monkey. En dan gaan we naar deze kant. King deuren altijd, daar ruikt ze niet klaar. Boom. Yep, dat deed ik. Iets op jou en krijg ik ze op mijn zak. Oh dit. Niet naar binnen, gewoon teruglopen. De volgende